rijden we in een Tesla Model I, model 2024. Ja, dit is een testrit om eens te kijken hoe deze auto rijdt. We hebben al een stukje gereden. En ik moet eigenlijk wel zeggen, het bevalt me wel eigenlijk wel. Deze Tesla is eigenlijk, deze standaard range is in principe de instapper van de lijn in verschillende modellen. Met performance, long range, sommige hebben dan 2-wielaandrijving, 4-wielaandrijving en verschillende formaten accu's. En bepaalde prestatiepakketten die erop zitten. Nou, dit is als het ware de instapper die zo rond de 45.000 ongeveer kan kopen, zodat hij nog aanmerken komt voor subsidies. Nou, zoals je hier ziet, je hebt eigenlijk geen klassiek cluster meer, maar alles gebeurt op dit scherm. En zodra je rijdt, heb je hier je snelheid, wat je mag rijden, je situatie en de navigatie. En je ziet ook bij wijze van spreken de auto's die me inhalen, want ik rijd netjes, niet te hard, omdat ik er zo meteen af ga. Nou, zodra je de knipperig naar rechts doet, verschijnt daar een mooi schermpje. Die als het ware een mooie aanvulling geeft op je rechterzijspiegel. Dan kan je gewoon perfect zien. Want overal rond deze auto's zitten camera's. Overal waar je kijkt. Dus voor je, achter je, naast je. Je kan gewoon heel goed zien wat er gebeurt om de auto heen. Nou, zoals jullie weten, ik test aardig wat auto's en motorfietsen. En wat me eigenlijk opviel is, normaal is het altijd instappen en wegwezen. Nou, met deze auto gaat dat wat minder. Je moet echt goed kijken hoe alles zit. Nou, gelukkig kreeg ik een goede uitleg. En de rest heb ik op filmpjes op YouTube wel boven water kunnen krijgen. En, maar als je eenmaal zit en rijdt, is het eigenlijk ook weer heel erg logisch hoe het werkt. Het doet een beetje denken aan advertentie logica die je bijvoorbeeld bij Apple producten wel ziet. Deze auto kan je behoorlijk naar je hand zetten. Hij geeft ook netjes een pongetje aan wanneer hij op groen springt. Nou, snelheid zit er wel in. Maar wat hij ook doet is eigenlijk, als je je gaspedaal, moet eigenlijk stroompedaal loslaat, remt hij af op de elektromotor en probeert hij als het ware stroom terug te winnen voor de accu. Maar eigenlijk de eerste dingen die me opvalt, ik vind de viering wat stoterig en wat kort. Bij wijze van spreken, je BMW sportief, je Volkswagen GTI sportief. En deze is dat geen van beide eigenlijk. Maar wat wel voor is, hij stuurt wel heel strak. En ook het relatief hoge voertuiggewicht. En deze auto met 1700, 1800 kilo, dat wegen ze wel. Doe ik niks aan. Zo. Nou, voor de rest heb je knopjes op het stuur waar je heel veel dingen mee doet. Dus met deze knopjes kan je als het ware de snelheid regelen. En als ik hierop gewoon druk, één keer op druk, gaat de radio aan, de bovendraai is harder en de beneden draai is zachter. Dat wijst eigenlijk zelf, ik hoef niet eens te kijken. Wel ieder dingetje moet je doen via het scherm, maar omdat deze i-model nog niet de update heeft gehad die de model 3 wel heeft gehad, heb je nog een normale knipperaanwijzing en een normale helling, een knop om te kiezen van je cruise control. Je kan ook autonoom indrukken, maar ik heb nou gewoon op de adaptieve cruise control gezet. Ik moet eerlijk zeggen, die werkt in standaard instelling eigenlijk best goed. Daar kan je eigenlijk helemaal niks van zeggen. En met de autofunctie, dit heb ik nou niet getest. Daar moet ik gewoon meer tijd voor hebben, meer ruimte. Maar om te kwamen natuurlijk maar beperkt hoeveel ik tijd heb. Nou, ik wil je ook vragen, kijk naar de walk-around video's, waar ik dan even om de auto heen wandel. Dat je een beetje alle dingen kan zien. Nou ja. Deze Model I kwam na Model 3, Model 3 kwam na Model S en Model X en zo.
Molle I is eigenlijk een 3 die wat aangepast is, maar ook weer elementen heeft van de S. Hij is ook fors groter, waar je hem in de 3 nog wel eens wat krapper zit. Je hebt hier wel een 5e deur die open kan. Je ziet die keurig netjes afremt voor de vrachtwagen. Nou, ik ga naar links toe. En let maar op. Hoppadee. Hij ziet dat het vol vrij is. En hij pakt de snelheid op. En ik moet eerlijk zeggen, dit werkt gewoon heel goed. En ik kan me voorstellen, als jij zo'n ding rijdt en je rijdt weer in een gewone auto, dan vind je het super ouderwets. Maar ik kan me ook voorstellen dat Tante Jo uit Hengelo deze auto wel heel erg eng en ingewikkeld vindt. En dat je alles met schermen en alles moet regelen. Nou, hij rijdt eigenlijk best heel rustig. Het enige wat je eigenlijk hoort is een heel klein beetje windruis en het geluid van de banden. En voor de rest ja, is hij best lekker rustig. Ik heb wel het idee dat voor een auto van 40.000 euro ja, is het markt conform als aarde. Maar bijvoorbeeld andere auto's zijn echt sneller. Maar dat geeft helemaal niet. Nou, wat ik verder even wilde laten zien, hier kan je echt van alles instellen. Hè. Dus bij spreken, als je op Dynamic drukt, kan je zelf zeggen van acceleratie, standaard, dan gaat hij echt behoorlijk tegenaan. Maar als je hem op chill zet, dan gaat het allemaal wat vloeiender en alles. Dan kan je ook hoe zwaar het stuur doet. Nou, maar gewoon standaard staan, stopmodus, kruip, stilstaan. Hier kan je gewoon kijken van wat je allemaal wil en andere zaken, oplading. Kun je zien, autopilot, dat kan ik allemaal aanstellen. Je verlichting. Maar ook bij wijze van spreken, je bandenspanning kan je hier zien. Als je de wasstraatmodus ingaat, want als je bij wijze van spreken je auto in zo'n ketting zet, dat je als waar doorheen getrokken wordt. Nou, deze auto moet als ware de boel mee worden ingesteld, dat hij anders, dat die kan rollen. Hè. Je kan hem ook niet van de plek af. Dan moet je hem echt in wasstraat moeten doen. En ook, je hebt een sleepmodus. Nou, andere zaken. Je kunt echt alles kun je instellen. Het scherm. Je kan de helderheid. Je kan echt van zo gek kan je verzinnen of je kan het wel niet instellen. Niet iedereen vindt dat leuk. Nou, ik vind dat wel leuk, maar ja, wie ben ik? Even om heel duidelijk te zijn, ik vind het een leuk rijdende auto. Comfort is voldoende, de radio klinkt behoorlijk goed. Lekker de ruimte dat je erin hebt. Dit is echt wel een auto waar je gewoon ook op in een gezin echt wel serieus wat kan. Wat ik wel vind, ik vind hem alleen de veering wat stoteriger, wat hard. Ik had wel gedacht dat hij iets zachter zou zijn, zeg maar de eerste aanslag. Want bij wijze van spreken, aan de ene kant heb ik wel het idee dat hij behoorlijk hard is afgeveerd. Daar heb ik niet zoveel problemen mee, maar als je bij wijze van spreken uit een zachtgeveerde Skoda komt, is dit ding gewoon best hard. Ik snap wel dat hij wat harder is vanwege het hogere gewicht, om het in toom te houden, maar misschien gezien op slechte wegen kan het misschien toch wel wat veel zijn. Verder, je kan ook de mate van renegatie kun je dus instellen. Dus als je je stroompedaal loslaat, dan gaat hij als ware remmen. Dan hoef je als ware de fysieke remmen met remschijven nooit te gebruiken. En win je als ware energie terug voor een accu, waardoor je je range mee op doet. Als je bijvoorbeeld heel slim gebruikt in een heuvelachtig terrein of in de stad, kan je behoorlijk veel stroom verdienen en besparen. En waardoor je range alleen maar toeneemt. Tesla is in principe wat mijn ogen moment nog steeds de absolute marktleider met elektrische auto's. Niet iedereen houdt natuurlijk van het. Ja, dat uiterlijk. Want alle modellen lijken natuurlijk wel heel sterk op elkaar. Heb ik niet zoveel probleem mee. Want bij wijze van spreken, als je bij een merk als BMW neemt. Of bepaalde generatie Volkswagens. Die hebben ook bij wijze van spreken allemaal dezelfde knipperlichten. En dezelfde binnenkernen van het stuurwiel en zo. Die delen ook bepaalde van onderdelen. Vind ik helemaal niet gek. Is ook helemaal niet raar. En ja, ik snap wel dat dat. Maar ja.
men moet ook wel wennen. Je hebt ook geen gewone grill. Het is een dicht ding. Ik vind het eigenlijk geen lelijke auto. Al moet ik wel zeggen, de proporties van een 3 en van een S zijn wel mooier. Maar aan de andere kant, met een i heb je wel een gigantische grote kofferbak. Groter dan menig stationwagen. Ik kan hier prima achter mezelf zitten. In een 3 is dat toch wel een stuk minder. Dan heb ik gewoon minder hoofdruimte. Deze auto is niet zo breed als een S. Maar wel breed genoeg om gewoon te kunnen doen. Nou ja, goed. Hier kan je trouwens je telefoon neerleggen. En dan wordt die als het ware draadloos opgeladen. Mits jouw telefoon dat natuurlijk ondersteunt. En dit kan ook open. En die kan je ook behoorlijk wat in kwijt. Die gaat ook terug. Dit kan ook open. En dan kan je als het ware ruimte hier benutten. Als je natuurlijk gebruik maakt van de keycard, omdat dit ook een demo-auto is, dan moet je hem hier neerleggen zo. Anders gaat hij niet rijden. En deze auto heeft ook geen stop-start knop meer. En zodra je de auto 10 cm 20 cm onder de camera aan de zijkant opent, dan hoef je niks meer in te drukken behalve dat ding, voet op de rem. En hier deze ene van de automaat die je als het ware in drive zet. Nou heeft hij ook geen echte automaat, want het is gewoon één reductie, elektromotor, differentieel, that's it. En geen conventionele versnellingsbak of automaat. Nou heeft deze auto de optionele 20 inch wielen. Ik denk als jij de standaard wielen neemt, dat die stoterigheid waar ik net al over had, misschien wel eens wat minder kan worden. Misschien dat dat wel eens de oplossing zou kunnen zijn. Dan zou ik eigenlijk moeten proberen met een andere. Ik weet niet of ik die kans ga krijgen. Maar goed. Dat zou misschien wel even een ding zijn om gewoon met gewone wielen te rijden. Je houdt geld in je zak. En omdat ze wat smaller zijn als het goed is, verdien je ook wat range. Even een conclusie van deze auto. Ik vind hem een leuk rijdende auto. Rijdt best goed. Ik snap heel goed dat mensen hiervoor voor deze Tesla vallen. Hij heeft hele goede specificaties qua stroomverbruik, qua opties en qua doen en dat. Andere auto's rijden toch minder. Ik vind deze auto beter rijden dan een Skoda Enyaq. Voelt niet zo zwaar aan. Het was ongeveer hetzelfde wegen. Ongeveer. Maar ja, goed. Zo heb je altijd wat. En laat ik het zo zeggen. Die Chinese auto's. Die heel veel verkocht worden. Toch wel. Want, ik denk toch niet dat Tesla. Tesla heeft inderdaad in mijn ogen. Gewoon een heel goed product neergezet. Omdat Tesla. Die Chinese auto's hebben toch heel vaak hele kleine foutjes. En ik moet zeggen, Tesla is ook niet foutloos. Maar die zijn niet zo massief als met die andere auto's. Nou, ik denk deze auto, ja, het is een succes. En ik snap ook wel een beetje waarom. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mijn weer.